editen en nog eens editen. Ik ben heel de week alleen maar binnen en alleen maar alles aan het monteren wat ik de afgelopen weken heb geschoten. En dan is het niet voor een vlog, maar voor het project waar ik het nog steeds niet over kan hebben. Onverwacht ongeveer half september, dan mag het eindelijk naar buiten. Hoewel het hartstikke leuk is, is het natuurlijk niet heel interessant voor een vlog om alleen maar te laten zien hoe je achter een computer zit. En ik weet het, ik heb natuurlijk in de eerste video geroepen dat ik jullie alleen zou meenemen op het moment dat er een gave reis is of een corporate shoot. Maar de reacties op de eerste drie video's vond ik zo overweldigend leuk dat ik echt zoiets heb van laten we gewoon nu in Nederland, ondanks het grauwe weer, gewoon proberen om echt een vette vlog te maken. Kijk, deze herkennen jullie misschien nog wel. Dat is de Sony A7S Mark II. En dat is eigenlijk mijn filmcamera voor als ik op reis ben. Klein, compact en sterk, samen met een 1635. Alleen, de reden waarom die hier ligt, is eigenlijk omdat ik er weer vanaf wil. Ik heb die A7S Mark II ongeveer 2 jaar in mijn bezit gehad en toen die uitkwam, en nog steeds, is het echt een hele goede camera. Het is een compact camera die bijvoorbeeld met de ISO-waardes, die kunnen zo krankzinnig hoog dat als het helemaal donker is, dan kan je met die camera veel meer zien dan dat je het menselijk oog ziet. Dat is echt heel bijzonder. Ik merk dat ik gewoon te weinig in weinig lichtomstandigheden schiet, dus die functie valt voor mij al af. Daarnaast 4K, ja, ik gebruik het zo nu en dan, maar het is een leuke bijkomstigheid. En daarbij slow motion, 100 frames per seconde. Maar ja, dat doen meerdere camera's. Dus waar het om draait uiteindelijk, is het plaatje dat eruit komt. Als je echt heel veel in de postproductie moet toepassen om te zorgen dat het er lekker uitziet, dan klopt het naar mijn idee niet wat die camera doet. De basis moet goed zijn en daarna kan je het alleen maar verbeteren. Zomer in Nederland. Ik ga mijn A7 inleveren bij Camera Express. Het lijkt me het beste als ik binnen niet ga filmen. Dus ik zie jullie zo meteen. De Panasonic GH5. Ik ben heel erg benieuwd naar deze camera. Ik had ooit de GH4 voordat ik de overstap maakte naar die Sony A7. Dan moeten jullie overigens niet denken dat ik alleen maar dingen ga kopen voor de vlog. Dat is natuurlijk niet echt de bedoeling, maar ja, zo lijkt het nu even als je ook de vorige video hebt gezien. Gelijktijdig is dit ook mijn eerste unboxing video, denk ik. Dus laten we beginnen. Groter dan de Panasonic GH4. De knoppen zijn bijna hetzelfde. Er zijn er een paar bijgekomen, zijn er een paar weggegaan. Waar ik heel blij mee ben, is het kantelschermpje. Dan kan ik gewoon onder elke hoek kan ik mijn opnames maken. Alleen, dit soort dingen begrijp ik nooit. Waarom doe je dit erop? Ja, om zo'n neckstrap eromheen te doen. Hartstikke logisch, maar als je video gaat maken, dan... Het regent nog steeds echt gigantisch, maar we gaan gewoon naar buiten. We gaan een nieuwe camera proberen. Laat even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Ik zeg, start de zwarte balk boven, zwarte balk beneden, start de muziek, andere muziek, let's go! Dat waren mijn eerste opname met de GH5. Ik heb letterlijk de camera uit de doos gehaald, geheugenkaart erin en een accu erin. Een paar instellingen veranderd, maar ik heb nog lang niet alles gehad. Ik zal niet te technisch erop ingaan, maar één ding waar ik nu al echt zeker weten verliefd op ben, is de 10-bit interne opname. Dat betekent gewoon simpelweg dat je veel meer kleuren kan opnemen en achteraf in de postproductie meer speelruimte hebt dan bijvoorbeeld de 8-bit die in die Sony zat. Het
laatste wat ik jullie nog even in deze vlog wil laten zien. Mijn eerste vlog begon ermee, de McLaren 570S Spyder. En nu een paar weken later staat dus het gehele verhaal gewoon in de nieuwste Autovisie. 10 pagina's. En het blijft gewoon heel erg bijzonder. Ondanks dat ik al wat publicaties op mijn naam mag hebben, blijft het vet om gewoon naar een winkel te lopen, een tijdschrift te pakken en open te slaan. En in één keer, daar staat je naam met 10 pagina's fotoreportage. Er zijn wat mensen die vragen hoe ik mijn foto's onder andere bewerk. En aangezien ik voor de rest niet heel veel achter de schermen kan laten zien, stel ik voor dat ik nu even in Lightroom duik om te laten zien hoe mijn foto eruit ziet als die uit de camera komt en hoe die eruit ziet als die op een gegeven moment geprint is. Je kan zien dat ik in totaal bijna 2000 foto's heb gemaakt en daar uiteindelijk zijn er 125 van overgebleven. Ik zal er even een paar uitkiezen waar ik dan wat over kan vertellen. Laten we deze 4 even pakken. Beginnen we met deze. Mooi overzichtshot op een afstandje gemaakt. Kun je zien, die is met een 70-200 geschoten op 165 mm, 400ste van de seconde op f8. Maar zo is die dus helemaal bewerkt. Nou ja, hier kan je ongeveer alle instellingen zien die ik dan heb gebruikt. Om jullie een idee te geven, zo kwam die dus uit de camera. Je kiest altijd een soort van middenweg, dat je in ieder geval al je hooglichten hebt, al je schaduwen en in de postproductie ga je dan zeggen wat je wil laten zien. Een foto van Peter achter het stuur en hier kan je ook in de geschiedenis eigenlijk al zien dat er veel meer aanpassingen gemaakt zijn. Deze foto is gemaakt door middel van een zuignap op de zijkant van de auto te plaatsen en hij rijdt werkelijk stapvoet, want ik loop ernaast met de camera, maar de sluitertijd was 0,4 seconden. Dus dan begrijp je waarom in één keer heel die achtergrond bewogen is. En dan krijg je dus het idee alsof die echt heel erg hard ging. Om even aan te tonen hoe het eruit ziet op het moment dat het uit de camera kwam, is het dit. Nou, waar ik meestal mee begin is eerst een beetje vignettering weghalen, omdat die grote hoek helemaal open staat. Ik kan hier zeggen, haal het allemaal maar weg. Vervolgens vind ik dat Peter iets te veel in het donker zit. Dus hij heeft de schaduw ietsje omhoog gehaald. Highlights weer een beetje terugdringen. Contrast weer een beetje opvoeren. Even snel 1, 2, 3 de stappen die ik normaal doe. Dan wil ik jullie dit shot nog even laten zien. Hij is helaas niet gebruikt in de hele reportage, maar ik vind hem zelf wel heel erg gaaf. Simpelweg vanwege die hitte op het wegdek en die weglopende lijn omhoog. Die heb ik geschoten met een 70-200 en daar heb ik een 2.0 extender op gezet, waardoor je dus een 140-400 mm lens krijgt. En daardoor kan je eigenlijk die hitte op het wegdek heel goed zien. En dan als laatste, de openingsfoto. Ja, hier is wel behoorlijk wat aan gedaan. Letterlijk aan het einde van de dag. Ik heb Peter daar expres aan de rand neergezet, een beetje over de vallei laten kijken. En dit was een hele moeilijke lichtsituatie. De zon scheen namelijk vol in mijn lens. Maar gelijktijdig wilde ik zoveel mogelijk van het landschap en de auto laten zien, want daar draait het om. Dus om even aan te tonen, terug naar de geschiedenis. Zo kwam die uit de camera. Wederom, je ziet dat alles erin zit, alleen het is gewoon nog niet lekker. Eerst wat we gedaan hebben is de kleuren en de hoek goed gezet. Belichting aangepast. Veel met de kleuren gespeeld en daarna nog eens een keer ervoor gezorgd dat er een verloopje van boven naar beneden komt. Een beetje topgear-achtige verloopje van boven naar beneden loopt. Dat is even een notendop hoe ik mijn foto's normaal gesproken bewerk. Ik zal er nog een keer een uitgebreidere video op maken. Ik hoop dat jullie deze vlog alsnog leuk hebben gevonden, omdat het misschien een beetje anders is gegaan dan jullie van mij gewend zijn van de eerdere video's. Vergeet niet om nog even te abonneren. Druk die blauwe duim omhoog. En ik zie je heel graag in de volgende video. Doei!